Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van deze Pokémon in Grand Colosseum met Nandoing. Ik zie dat Pokémon in hypermode blijven op het moment dat ze daar nog niet uitgegaan zijn. Ja, ze gaan pas normaal worden. Ze worden pas weer zeg maar een normale functie als ze of dood zijn of als je ze kalt. Oké, maar bijvoorbeeld, het heeft ze nu toch geen zin meer om te kalen op het moment dat hij al full... Nee, in principe niet, tenzij je een normale aanval wil doen. Een aanval wat niet Shadow Rush is. Ja, Shadow Rush is wel gewoon Gucci. Shadow Rush is zeker Gucci en het heeft een grotere kans op te critten. Precies. Daar worden wij blij van. Zeer blij. Zeer blij. En dan doet mijn Growlithe, als hij niet hypermode is, Mega Drain. Hoppakee. Oh nee, Bob doet surf. Daar gaan we komen, Skun. Bob doet surf. Wat een disrespect van Bob. Ja, hij killt zijn eigen teammate ook. Ja, dat is wel. Normaal gesproken zou deze guy geen Quagsire hebben, maar hij heeft wel een Carvana en een Larvitar. En dan nog iets anders, dacht ik. Nou, oh, hij heeft nu een Sharpedo. Ja. Een scherpe? Nee, die ga ik niet zeggen. Oh. Jij mag hem wel zeggen van mij. Nee. Een scherpe Edo, toch? Ja. Zei je dat vroeger wel altijd? Ja hoor, waarom niet? Ja, oké. Kind of funny. Ja, het zeggen wel andere dingen die ook niet kunnen, dus... Ja, oké, dat is waar. En ik zeg het ook niet per se tegen iemand natuurlijk. Nee, dat klopt. Ik dacht dat Shadow dan nog leefde. Als een bus. Ik kan Shadow Rush doen. Dat is waar. Hij killt hem. Hij doet geen earthquake, dus... Misschien kan hij wel allemaal geen earthquake. Wauw. Shit, hij ook veel damage. Ja, nee, dat was een crit. Oh, dat was een crit. Ja. Critting the crit. Kijken. Dag, quacking the science. Weet je wat ik... Ik vind dit al een kutstukje, maar wat dit stukje extra kut maakt... Is het feit... Dat je elke keer terug moet lopen om te healen. Ja, zeker. En vooral als je alle trainers hebt gehad. Ja. En dan nog eens teruglopen. Oh my god. Wat? De volgende trainer waar je tegen moet vechten, die spannend. Heeft een Magnemite met Thunder. Oeh, Thunder. Veel Thunder. En een Octillery met Fire Blast. Wauw, leuk. Heel leuk. Nou, de Growlithe die heeft de Thunder en de Fire Blast gewoon getekend als een champ. Nou, en omdat hij dat heeft gedaan, dan wil ik nog best wel wisselen. Een Octillery en een Magnemite. Gebruik ik wel Umbreon als scapegoat. SMS, Umbreon. Oh, nu krijg ik wel de crit. Zo. Spion level 32. Lekker. Oké, dit is een beetje een nutteloze move om op een Magnemite te hebben. Ik ben benieuwd of hij die bij jou gaat doen. Nou, ik maak niet eens kans. Bij mij deed hij Iron Head. Oh. Maar dat ding is een special attacker. Dan is het niet zo, Slimpy Guy. Nee, dat zeker niet. Heet hij zichzelf in confusion? Ja. Nice, dat is nicing on the... On the cake. Ja. Easy battle is easy.
Octillery heeft disco ogen. Ja, ik vind die dev animation van Octillery best wel vet. Oh, de space cake ogen. Space cake ogen, inderdaad. Die heeft echt de ruimte gezien. En cake. En cake, natuurlijk, uiteraard. Kijk, wat is deze van weer naar boven. Volgende trainer. Trouwens, ik ga de extra trainers doen, want dan kan ik ook kijken of er nog interessante items zijn. Dan zou je die nog eventueel kunnen oppakken. Maar zo te zien, ga jij er ook al naartoe? Ja, tuurlijk. Gewoon eventjes die items pakken. En zorgen dat Curlia straks ook gepurified kan worden. Dan heb ik zo'n guard ervoor. Geen zorgen. Dat limiet kom je vast wel. Mm-hmm. Met hoeveel trainers die we nog moeten doen. En gelukkig kunnen we zo meteen weer een aantal skippen in de cave. Oh, drizzle. Qua jet. Zo'n Pelipper zou niet verkeerd zijn. Zo'n WC-eend. De WC-eend. De WC-eend mag best wel in de cleaning. Ah, allebei? Dat is minder oe. Dat is min. Heel erg min. En dat is wel helemaal min. Nou ja, dat is niet erg. Dan kan ik nu Flavi gebruiken met Thunderbolt. Flavi met Thunderbolt, nee. Dat kan hier. Curly, ja. Curly. Jetting met Aqua. Aqua jetting. Oh! Water pearls. White hier. Le Woosh, Le Splash. Nou, kijk of de item het waard is. Zeker niet. Dat was Pelipper. Oké, het is een Macho Brace. Nou ja, en wij gaan geen competitive teams maken, dus ja, het was het niet waard. En ik denk dat het ook niet voor veel verkoopt. Ach hè, al is het maar voor 100 waar je net weer zo'n antidote van kan kopen. Ja oké, okay. Als je het zo bekijkt, ja, dan nog wel enigszins. Zo, en dan... Ja, en voor de toekomstige XP kan het ook geen kwaad. Ah ja, ja dat is waar. Ik denk dat ik de meeste hulp kan gebruiken die ik kan krijgen. Het is wel grappig, want ik heb enkele teamlid een XP-shirt gegeven. Nice. Dus ik ben dan benieuwd zo meteen of ik dan heel erg achterloop met Shizzle of dat het wel meevalt. Mm-hmm. Een macho brace. Bracing the macho. Bracing the macho. Nando, je liep in de wag. Sorry. Ik ga wel gewoon weer healen hoor. Ik bedoel, dan maar een paar extra stapjes. Heb ik ook gedaan hoor. Meestal dan in de speedrunning, dan sowieso zijn alle mons niet geëvolved. Want ik zit nu ook tegen een evil Pokémon te vechten die normaal pre-evolved hoort te zijn. En dan one-shot je die Pokémon's veel makkelijker. Het zal wel, ja. Voltorb en mijn Nectric. Ah, oh, Electric. Daar heb ik gewoon helemaal niks goed tegen. Oh. Ik heb Grovo met Lightning Rod. Maar ja, hij tekent wel damage, dat wel. En Thunder op de Grovo. De Thunder. Is dat hier resist? Volt samen weer paralyzed. Normaal heeft hij een Electrike, toch?
Ja. Mijn nextpick is gone. Mijn nextpick is gone. Had je hem in één keer? Ja, psycho. Anchoring. Ja, ik moest hem... volgens mij focuste ik op hem. En toen moest ik hem nog steeds één hit geven, maar... hij was geparalyzed, gelukkig. Hij kon niet op heel. Oh, explosion. Kabooming! Kaboom! Nou, dat was hem. Je moet deze game ook helemaal niet willen neerslokken, denk ik. Nee. Ik denk Rem Colosseum sowieso niet. Misschien de gewone nog wel, enigszins. Als ik ooit... Gen 1 en 2 en misschien 3 Murkrow run heb gedaan... dat ik dan ook gewoon Colosseum en XD doe. En dan Double Battle Murkrow. Dat lijkt me echt zo kicken. Dat lijkt me ook best wel vet om naar te kijken. Ja. Misschien moet dat wel gewoon gelivestreamd worden. De Lijpe Murkrow Run. De Lijpe Murkrow. Zo moet je het noemen, de Lijpe Murkrow Run. Ja, ik zeg de Lijpe Murkrow Flavor Challenge. Maar ja, dat is al heel lang een idee. En het verste wat ik tot nu toe heb gedaan was Gen 1 tot Gym 2. Ah. Dus ja, ik heb daarna niet meer opgepakt. En dan liever de Fire Red natuurlijk. Ja, en de remakes die moet ook dan, vind ik. Nee, er bestaat zo'n... Let's Go bedoel je dan? Nee. Want in Let's Go, dan gaat het nooit werken. Oh nee, misschien dat kan niet. Dan kan je toch alleen maar Elite Green of Fire Red doen? Nee, maar in er is een Pokémon Red Randomizer waar je dan alle Pokémons in kan hebben. Oh. Okay. En wat ik heb gedaan was, ik heb dan de starters gerandomized en dan heb ik zo vaak gedaan totdat ik één keer had dat ik Murkrow als starter kon kiezen. Oké. Okay. En die rom heb ik bewaard en ik had volgens ook eentje met Togepi, want die lijkt me ook wel grappig. Daar was ik dan aan begonnen. Alleen ja, ik ben niet zo ver gekomen. Want volgens mij heeft Ledian ook een extra type gekregen. Ja, die is fighting type. Ja. Dat merkte ik toen ik Psybeam op hem deed. Of zoals Penny zou zeggen, Spybeam. Spybeam? Doet hij zo spioneren? Ja, hij doet zo'n spionering beam. En Spa Blauw, zoals ik de Spa Blue noem, mm-hmm. Die is gedeeltelijk fairy type. Oh, goed om te weten. Ja, ik probeerde een dragon move op hem te doen. Toen zei well, hij, nope. Hij zei nope. No dragon type allowed. Dodo. Dodo. Nice. Nicing on the king. Level 33 Espeon. En een hard mode mischievous. Do it, Flappy, nu! Doe je Flaflip aanval. Inderdaad, je Flaflip aanval. Een van de sterkste moves in Pokémon. Flaflip aanval. Kijk, hoppakee. Oh, dat killt niet. Wauw. Oké, dan doet hij Dazzling Gleam en ik overleef. Oh. Overleeft hij nou of niet? Ja, ik overleef. Kan ik één keer callen voor een extra move on the Mischievous thing. Kut, ik ben Mischievous blijkbaar vergeten om een XP share te geven. Heel veel maakt niet uit, want uiteindelijk wil je hem toch uit het team Ja, dat is waar. Gooi je toch? Je hebt gelijk, in. Ja. Ja toch. Ja toch.
Ja toch. Die dropt in de dirt, zegt de mevrouwtje als je deur hebt geslagen. Nou, ik denk dat het weer perfect timing is om even te healen. Dat denk ik ook. Die machine. Ik heb spa blauw geslagen. Yay. Dat is spa blauw. Dropped in the dirt. Zie je wel? Mooi, wow, dikke spoilers gewoon. Van de dropped in the dirt. Ze dropt gewoon in the dirt. Oh, kut. Bijna te ver doorgelopen. Oké. Okay. Ah, moet ik toch even healing. Wauw. Saving, don't turn off the power ring. Niet power off doen. Don't turn off the power rangers. No, don't. Okay. Focus. Huge, next battle. Ik denk dat die nog redelijk makkelijk kan zijn voor je. Okay. Hunter Tura. Met een Snowrunt en een Zeeleo. Ja, zeker. Zeeleeuwtje. Zeeleeuwtje. Ik zou focussen op de Zeeleo. Ja. Ja. Snowrunt kan niet zoveel. Ik kan Ice Queen. Die recoil is wel. Als hij sneller? Ja, de Snowrunt is een zo snelle band. What the freaking? Oh ja, bij mij is hij ook nu ineens sneller. See how it's going. Oh ja, natuurlijk. Ik ben al één keer gehit door Icy Wind. Dan ben je gelijk eens trager. Nou, dat was de battle. Ja. Ik ga wel weer even healen. We gaan wel elke keer healen na elke battle. Ja, waarom niet? I mean, why not? Why not? Hoe heet die gast ook weer? Is dat Ruben van der Meer of niet? Die dat doet. Ja, Ruben van der Meer. Ja. Hij is funny guy, hij is funny guy. Oh ja, ik doe nog wel Spybeam. Spybeam? Ik doe gewoon Spybeam. Dat kan gewoon. Je allerbeste vriend, wat heb ik jou toch aan verdiend? Spybeam. Van de Rise to Bray? Ja. Ja. Lekkering. I love me so Rise to Braying. Rise to Braying is lekkering. Geen idee eigenlijk. Maakt niet uit. Ik zag trouwens. Het is al wel een tijdje geleden, maar volgens mij heb ik die video nog in mijn later bekijken staan. Om even erbij te pakken. Dit is zo'n ROM hack van Super Mario Sunshine. Ja, Super Mario Eclipse. Ik heb eentje die heet Super Mario Starshine. Oh, ik wil ze even comparen met elkaar, want ik wil eigenlijk wel een keertje eens zo'n ROM hack gaan spelen. Kijk, Starshine is dan volgens mij... Super Mario Sunshine, maar dan met de mechanics van Mario Galaxy. Oké, nee, dan wil ik liever die Eclipse spelen, want dat is echt mijn nieuwe levels. Oeh, ja. And I do be loving me, some nieuwe levels. Ja, snap ik. En zou Syndra mij... Dragon al zijn? Gemaakt? Volgens mij was Syndra geen Dragon type. Nee, maar gemaakt door de... Oh, dat zou best wel kunnen. Ik ga het nu ondervinden door de Draining Kiss. Nee. Nog maar deed wel veel damage. Typing, het deed pleuris veel damage. Mm-hmm. Zo te zien is de game ook nog niet af. Ah, oké. Okay. Kijk, when it is... gaat op letterlijk. Release date, when it's done. Nice. But seriously, I guess you are just going
who wait, who have to wait patiently for the full release. Maar hij zat te denken zomer 2023. Ik vind Balossum wel zo'n cutie guy. Balossum? Ben jij zo'n trainer van Balossum? Nee, ik vind het een cutie guy. Dat is een cutie guy. Ik ga echt de helft van mijn team droppen op een gegeven moment. Als ik, als ik ze niet meer nodig heb. Same. Ik wil in ieder geval Blaziken en Gardevoir gaan gebruiken. En eigenlijk ook Alolan en Ninetales. Omdat ik ze gewoon twee Fairy Type heb. Die moeten we nog vinden. Ik ga ook voor een tweede Fairy Type hoor. Als mijn Lotic available is, dan pak ik die gelijk. Vaag weg. Maar dat is nog even wachten tot het tegenkomen. Dit is van even wachten op pizza. Even wachten. Love pizza. I love pizza too, eh. Ik vond het weer echt fijn dat toen we uit eten gingen, dat ik eindelijk weer een keertje pizza kon eten. Het was alleen geen goede pizza. Nee, maar het was te doen, weet je. Mm-hmm. En ik vond het redelijk. Het is oké, ik heb slechtere pizza gehad. Ik heb zelfs pizza gegeten waarvan de bodem gewoon verbrand was. Love. Ja, een man moet wat. Met zijn pizza. Precies. Dat was in het buitenland, dus ja. Aha. Niet in Italië, denk ik. Nee, Bulgarije. Oh, Sunny Beach. Sunny Beach. En dat was al een all-you-can-eat hotel. Of all-inclusive. Godsamme. Ik heb echt zo'n probleem met all-inclusive en all-you-can-eat door elkaar halen. Dat is niet slim. Dat is niet zo slim in die ding. Oh, heeft zij ook de Sand Slash? Doet die iets? Ja, zij heeft de Sanding, de Slashing. Oh, mooi. Dan is dit winning voor mijn Grovyle. Yo, de alarm gaat af omdat ik een Poison Pokémon heb. No way. Uit de weg, deze meneer heeft een poison Pokémon in. Dat is wat de alarm doet. De Pokémon ambulance. Precies, ing. En de ambulance is Milan, ing. Pube. Uit de weg, ing. Volgens mij hoef ik na deze niet eens te healen. Bij de battle. Wow. Als die battle belost hem zichzelf eraan? Nice, ik hoef niet eens te healen. Let's go. Doe ik gewoon Fury Cutter ofzo en dan Ink It Swift. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het Twitch kanaal van Nando te checken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.